Nee, je bent niet gek. Je bent dus, je gaat dan meteen beide, geldt dat eigenlijk. Vanaf het moment dat je weet dat je kanker hebt, ga je door een malle molen heen. Ja. Chemotherapie. Ja. Hoe ging dat bij jou uiteindelijk? Waar bestonden die therapieën uit? Ja, nou dan het allerergste van deze ziekte is, vind ik, het wachten. Want dan komt de dokter en die zegt, ja, ik ga je doorverwijzen. En dan moet je dan een beenmergpunctie. En dan moet je wachten op de uitslag van die beenmergpunctie. Want ik hoorde dus. Wat gebeurt er dan? Een beenmergpunctie? Nou, de dokter, dat is niet leuk hoor. Dat is echt, dat was heel heftig. Ja. Ja. Dat dokter, wat gebeurt er dan? Een beenmergpunctie is een onderzoek waarbij je kijkt of die lymfeklierkankercellen ook in het beenmerg zitten. En dat is een onderzoek wat je doet in principe onder plaatselijke verdoving. En waarbij je met een dun soort appelboor in het bot moet. Maar ik denk dat je het beter aan Patrick kon vragen. Want ik deed alleen zo en ik dacht, ik moest leuk denken. Dus ik dacht aan de Malediven. Ik dacht, oh mijn god, de god. Maar hij hield me vast. En ik deed één keer mijn ogen open en hij was ineens wit. Ik denk, wat is nou aan de hand? Ja, echt. Een stoerse voetballer. Ja. Dat moet je me vertellen hoe je dat gedaan hebt. Ja, inderdaad, een beenmergpunctie. Dan gaat een arts met een, als het ware een boor in de onderrug. En plaatselijke verdoving, maar ze schudden gewoon helemaal. En op een gegeven moment, dan moet hij in het bord, in het beenmerg gaan. En ik zat aan de andere kant. Ik zie hem gewoon echt op zijn tanden bijten en duwen. En Ros, die keek mij dus aan. Ja. En als je dat ziet, dat is verschrikkelijk. Ik denk dat als je dit meemaakt, ik denk dat heel veel mensen dit hebben meegemaakt. Dat is gewoon verschrikkelijk om je echtgenoot zo te zien lijden eigenlijk. Want jij ging, en dat klinkt, op zich klinkt dat heel logisch, maar kennelijk is dat niet logisch. Jij ging altijd mee met haar, bij iedere behandeling, bij iedere chemotherapie. Ja. Waren daar veel mannen van vrouwen of echtgenoots of partners? Er waren redelijk veel mannen. Het kwalijk is dat je ook op de afdeling komt en dan zie je mensen die helemaal alleen zitten. En dat is vreselijk om te zien. En ook kleine kinderen die daar zitten en die krijgen hun behandeling. Ja, dat gaat door merg en been. Dat is echt verschrikkelijk om te zien. En ik heb wel wat heftige dingen meegemaakt. Maar nou is er nog een rol die je wel hebt. En dat is misschien wel goed om te zeggen ook. Je bent een coach. Ik bedoel, assistent Nederlands bondscoach ben je geweest. En eigenlijk heb je die kennis bijna ook ingezet om haar te helpen. Hoe zeker was jij van jouw methode? Want jij hebt er echt geprobeerd op te peppen door met haar te gaan trainen eigenlijk. Nou, trainen niet echt, maar wel gewoon de dagelijkse dingen gaan doen. Wandelingen maken. Want iedereen die dit meemaakt als partner deze ziekte krijgt. Ja, dat is prioriteit nummer 1. En ik was gelukkig in de goede sfeer dat ik assistent bondscoach was. Dat ik goede afspraken met de KNVB en met Louis Vuitton kon maken. Dat zij op nummer 1 kwam. Dus de dingen die ik met haar heb gedaan, die heeft zij mij eigenlijk aangegeven. Want zij is degene die de dingen voelt. En ik heb alleen mezelf aangeboden om haar te helpen. Was het altijd even makkelijk, Rosanna, dat hij je dan mee naar buiten sleepte? Nee, want soms. Weet je nog wat we in het restaurant zaten? Toen heb ik één keer mee, want hij had een busje gehuurd. En toen gingen we naar. Hoe heet die man? In Maastricht gingen we rijden. Want ik wilde in een. Ik kwam niet. Ik lag heel veel in bed. En toen gingen we naar Maastricht en. Een kok. Hoe heet die? Nou ja, het was zo'n sterren, Beluga. Oh ja, Beluga. Ja, maar ik had zoveel morfine. Dus op een gegeven moment toen zat ik te eten, maar alles kwam de andere kant uit. En toen, sorry meneer, zei ik. En die wist het niet. Die vond het zo erg. Toen kreeg ik wel een dessert gratis. Toen zei ik, ik heb kanker. Maar, maar toen kwam alles eruit. Hij nam me dan echt mee in een busje, huurde die. En dan legde hij me in. Zei hij, we gaan gewoon rijden. En dan reden we gewoon. En op een gegeven moment waren we in dat mooie Maastricht. En dan deden we dat rondje en dan kwam ik weer thuis. Of we keken altijd naar jou. Maar ik lag altijd bij de badkamer, bij het toilet, met een dekbedje. En dan ging hij erbij zitten. En dan zo nu dan loopt hij dan naar de even kijken wat je deed, jij op tv. En dan ging hij weer terug naar mij. Hij heeft dagen bij mij, lagen we op de badkamervloer, echt letterlijk. En want dat was dichter bij de toilet. Maar ik had heel vaak morfine. En ik was op een gegeven moment, gewoon, ik had hem nodig. Want je darmen moeten wel blijven. En ik lag op een gegeven moment zo op bed. En dan kwam hij me er dus uithalen om even weer dat bos in te gaan. En zei hij, kom op. Je kan het lopen, blijven bewegen, ademen. Sport is dan wel belangrijk, maar ik had helemaal geen zin in. Laat even kijken, je had geen zin, maar je deed het wel. Het moest echt. Met hoodie op en al.
je ziet wel romantisch uit of zo. Ja. Hey. Dag geen laat... chemo, hallo. Ja, maar ja. Als je hier over een paar maanden weer terug naar kijkt, denk ik van, wist je nog? Een spatje blauw in je hand. Ja. Ik hoop dat het over een paar maanden is, ja. Voor jullie beiden. Jullie zien er beide goed uit.